dierbare is overleden en na een aantal weken ontvangt u de uitvaartfactuur. Maar wat moet u daarmee doen als de rekening van de overledene geblokkeerd is? Wat veel nabestaanden niet weten, is dat als de rekening geblokkeerd is, de uitvaartfactuur gewoon naar de bank gezonden kan worden. Als het saldo toereikend is, zal de bank deze kosten gewoon voldoen. Ook kosten voor huur, gas, licht en water zal de bank gewoon betalen. U hoeft dus zelf geen kosten voor te schieten, maar kunt het beste contact met uw bank opnemen om te vragen waar u de facturen heen kunt zenden.